echt super hard aan het sneeuwen die dag. Dus over het rob en het blik wat ik toen gemaakt had. Ik doe dat niet meer vaak, omdat ja, die maken echt heel mijn gras kapot. Goedemorgen, dames en heren. En welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik dacht, ik begin vandaag eens de vlog hier op de logeerkamer om jullie het mooie weer te laten zien. Kijk eens eventjes buiten. Je zou zeggen, bijna geen wolkje aan de lucht, maar toch een paar. Maar het is echt heel blauwe lucht. Echt en heel zonnig ook. Dus ik heb super veel zin in vandaag. Het is ook lekker buiten. Ik ben net al even buiten geweest. De zon brandt lekker. Dus helemaal top dit. Ik zou eigenlijk echt nog eens op deze kamer even de tijd moeten nemen om goed op te ruimen. Want we hebben het al een paar keer gedaan hier. Het is al veel beter. Alleen deze hoek, mensen. Het blijft gewoon echt een rommelhoek. En ja, als we gaan verhuizen wil ik dat niet allemaal doen. Dus misschien moeten we eens even een paar dagen inplannen om al die rommel hier alles een beetje te sorteren. Kijk eens mensen, ik zit nog eens eventjes in de studio. Ik zit hier de laatste tijd echt weinig. Maar zoals jullie weten, ik was op mijn telefoon een beetje aan het opruimen van de foto's. Omdat ik echt veel te veel foto's heb. En ik kwam deze foto's tegen. Zoals jullie weten, ik heb mijn auto een paar maanden geleden verkocht. En, of is dat nu? Ja, dat is 2 maanden geleden of zo heb ik die verkocht. Maar ik kwam dus deze foto's tegen van mijn auto. Check. Het was nog voor mijn dagelijkse vlogperiode. Toen stak ik gewoon in de gracht met mijn auto. Het was dus echt super hard aan het sneeuwen die dag. Dat is de enige dag dat het zo hard gesneeuwd had toen. Wanneer was dat? 20 januari 2023. Dus dat was wel een paar maanden voordat ik begon met dagelijks vloggen. Maar het had zo hard gesneeuwd, mensen. En ik was aan het rijden en het kwam in een soort bocht. Alleen die bocht die ging dus zo. En van die kant kwam een auto. En ik reed echt niet hard. Hè. Dat is echt geen grap. Ik denk dat ik misschien 40, 50 km per uur reed, want het was super glad. Alleen, dat is een heel oude auto, die Jeep. Die had geen ABS of zo. ABS is dat een anti-blokkeersysteem voor remmen. Dus als je remt, gaat dat zo in stukjes remmen. En dat was bij die auto niet. Dus ik zag die tegenligger aankomen en die kwam best snel aan. Dus ik dacht, ik ga al zeker een beetje remmen. Alleen mijn remmen zijn gewoon blijven hangen en ik ben gewoon recht doorgegleden. In dus, zoals je hier ook op de foto ziet, gewoon rechtstreeks in de gracht. Ja, dat was natuurlijk wel even schrikken, want zoals jullie zien, ik had er gewoon een heel bord mee omgereden. Hier is nog een foto van, ja, van de overkant van de straat dat ik er gewoon in steek. Het was best diep ook. Ik heb best wel ook geluk gehad, want voor, echt 1 meter ervoor, zat een hele dikke betonblok. Als ik daarop was geknald, dan zag mijn auto er wel heel anders uit. Ja, wat heb ik toen gedaan? Ik heb eerst denk ik mijn opa gebeld. Van, ja, wat moet ik nu doen? Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. En die heeft toen een boer gebeld en die is dan met zijn tractor afgekomen. Eerst nog een andere paardenbeheerder of zo, weet ik veel, die met een kleine tractor is afgekomen. Alleen, het was zo koud dat die benzine die in die tractor zat bevroren of zo. Die kon er niet tegen en daardoor viel die de hele tijd stil. Dus toen is er nog een grotere tractor gekomen en die heeft mij er uiteindelijk uitgetrokken. Ja, en toen was dit gewoon hoe de beker uitzag erna, als mijn auto eruit was. Gewoon echt een diep gat en ja, dat bord lag natuurlijk helemaal om. Ik heb wel netjes naar de gemeente gestuurd dat ik dat heb omgereden en ze hebben het daarna terug recht gezet en ja, ik ben er gewoon goed van afgekomen uiteindelijk. Ja, dat was wel even schrikken toen. Ik heb er nooit een video om gemaakt eigenlijk. Best wel zonde, want het is goede content eigenlijk natuurlijk. Maar het was wel echt even schrikken, want ik ging gewoon natuurlijk wel met een behoorlijke snelheid. 50 is nog steeds snel als je in de gracht rijdt. Dus met 40, 50 per uur gleed ik zo tegen die paal. Die paal ging echt zo om en dan zat ik in de gracht. Ja, dat was best wel een spannend moment. Toen ben ik gewoon gaan aanbellen bij dat huis ook, om even binnen te staan, want het was zo koud, mensen. Oh, dat weet ik nog. Ik was ook helemaal ondergesneeuwd, omdat ik eerst buiten stond. Toen is Bo ook nog komen kijken, want ik had een foto gestuurd naar Bo dat ik in de gracht was gereden. Want ik was volgens mij eigenlijk op weg naar haar of zo. En toen stuurde ik gewoon deze foto, moet je denken. Bo denkt dat ik onderweg ben en ineens stuur ik een foto dat mijn auto in de gracht zit. What? Ja, die auto is dus nu verkocht, maar die foto's kom ik dus wel nog tegen. Dus eigenlijk ja, best wel lachen, want ik ben er natuurlijk gewoon goed van afgekomen. Ik had niks, de auto had niks, dus het was gewoon even schrikken. Kijk trouwens wat ik nog tegenkom, mensen. Dit is dezelfde kamer als waar ik nu in slaap, alleen meer dan 10 jaar geleden, toen dat nog echt mijn kinderkamer was. Kijk, dat is gewoon een panoramafoto. Ik had daar een drumstel staan, ik had daar foto's aan de muur. Dat is het raam. Dat was mijn bed. Ja, het was echt een Amerikaanse vlag, super random. Mijn DJ-paneel. Ja, echt nog wel heel veel foto's die erop staan die gewoon natuurlijk niet weggaan ook. Dit is ook zo raar, mensen. Ik liet het vorige of paar dagen terug ook aan Bo zien, maar ik zal het nu ook even met jullie delen. Dit is een foto
die ik eigenlijk had gemaakt op Instagram. En daar staat dus de tekst, should I start daily vlogging? Ook gewoon in het Engels. Super graag, maar. En dat wil ik dus posten op mijn story, om te weten of mensen ja, daarop zouden reageren of zo. Of ik moest gaan daily vloggen, want toen durfde ik dus nog niet dagelijks vloggen. Dat was 21 november 2022. Super raar eigenlijk, want nu doe ik dit al zo lang dagelijks en toen durfde ik niet eens die story maken. Oh, dit zijn ook eigenlijk echt leuke foto's met Average Rob en het blik wat ik toen gemaakt had. Oh, lijkt alweer zo lang geleden. Wow, besef dit, mensen. Hier heb ik mijn wijsheidstanden laten trekken, maar dat was gewoon tijdens corona. Dus ik moest ook nog eens zo een mondmasker aan en dan zo ijs rond mijn hoofd. Wat een tijden toch, hè, met die mondmaskers. Dit is ook wel een leuke foto. Bo en ik in Parijs, ook alweer... Ja, meer dan twee jaar geleden ondertussen. Ik zeg het mensen, ik heb ook zoveel leuke foto's erop staan, maar er staat ook zoveel troep op nog steeds. Kijk, net zoals dit, het zijn gewoon zoveel keer dezelfde filmpjes en foto's. Ik moet het echt verder zetten met opkuisen gewoon, want alles staat dubbel. Of toch veel. Kijk, dit ook. Ik heb wat foto's gemaakt van mij op vakantie toen, zijn gewoon... Ja, ik weet niet. Moet ik misschien eens... Even sorteren naar minder foto's of zo. De zon die is alweer aan het ondergaan, mensen. Ik heb niet zoveel gedaan vandaag, dus ik heb ook niet zoveel gefilmd naar mijn gevoel. Kijk eens, ik heb... Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar ik heb de kippen nog eens losgelaten. Daar zitten ze van achter. Ik doe dat niet meer vaak, omdat ja, die maken echt heel mijn gras kapot. Kun je hier ook wel zien als we naar het kippenhok gaan. Kijk, hier is gewoon geen gras meer. Het is allemaal losse zand geworden. Zoveel graven die dus. Dus ja, dat gebeurt er uiteindelijk ook als ze veel hier zitten. Dus daarom doe ik dat niet meer zoveel, maar af en toe... Ja, dan denk ik dat ze het ook wel eens fijn vinden om ergens anders te ploeteren dan in hun eigen kot. Het is wel echt een prachtige dag geweest hoor, vandaag. Oh, kijk eens. Nog steeds. Ik denk dat het trouwens ook weer een van deze kansen op heel veel noorder ligt. Misschien was dat deze avond of zo. Maar omdat er weer zo'n nieuwe zonnevlam was of zoiets. Ja, lijkt me ook wel. Het is echt open lucht, dus volgens mij kun je echt heel goed zien. Weet jullie waar ik echt zin in heb, mensen? En laat even weten in de comments of ik hier de enige in ben. Maar ik heb dus hier nu zin in. Kijk, ik ga het even uit de frigo halen. Een klein potje pudding van, wat is het, daarnet? Met zo chocolade aan de onderkant. Maar ik vind het dus altijd veel te weinig. Dit zou minstens twee keer zo groot mogen zijn. Maar de vraag die ik mij dan zelf stel in mijn hoofd is het dan nog zo lekker? Want meestal, als je er dan zo te veel van hebt, dan is het niet meer zo lekker of zo. Maar bij dit... Oh, dat kan toch gewoon niet slecht zijn als je er veel van hebt. Dus ik ga dat nu even eten, maar voor mij is dat echt 2 of 3 happen en dan is dat potje al leeg. Maar ik geniet er wel van. Dus dan ga ik nu weer even lekker eten. Zo. Kijk eens mensen, ik ben hier nog steeds aan het werk. Ook even al de vlog geëdit. En nu gaan we lekker slapen, want morgen moet ik er heel vroeg uit. Want dan gaan we iets, of ja, ga ik iets heel leuks doen. Bo, die gaat niet mee. Die gaat werken. Maar ik ga er heel vroeg uit, want ik word opgepikt. Om 6:40 al in de ochtend. Voor iets heel leuks. We gaan 2 uurtjes rijden. Veel van jullie hebben er om gevraagd. Dus ik zou zeggen, check zeker de vlog van morgen. Ik heb er super veel zin in. Dus het wordt heel leuk. We hebben hier trouwens ook even net onze, hoe noemt het weer, flanellen lakens opgelegd. Want het is veel warmer. Maar goed mensen, ik hoop dat jullie zin hebben dus in de vlog van morgen. Ik zou zeggen, vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!